En waarom oede en tegenwicht? En ken ik niet anders als alleen maar één man door veel de vuur geroepen. Die hadden een bruin. Die drie gestorven is, Fred Bosman, zoals die weet. Toen heeft deze vuur genomen. Dit kan niet het einde zien. Dit kan niet. Zonder man, zonder virtuoos, die zoveel gedaan heeft voor de vastelovende en voor de liedjes van Tegelen, dat kennen we niet zo, maar voor Bregel te doen. Die heeft toen gedruimd en gedacht, op het moment dat de chauffeur kan doen, dan zullen we ook ode aan Tegelen brengen. En die man, die ziet een bruin, niet alleen maar woorden gemaakt heeft, maar ook door kei en keihel voor gewerkt heeft, dat is Herman Denissen. Daarvoor wil ik u genoeg toch het woord geven aan Herman Denissen. En geef hem alsjeblieft een fantastisch applaus. Dank u wel. Bedankt voor de schoonbeurt. Dames en heren, en ook namens mij en alle artiesten, een bijzonder welkom voor mijn idee. Wat je in een fijne middag kan krijgen, die mensen begonnen vanuit. Dan gaan we voor de pauze beginnen met de meneer gezelschap en artiesten. En na de pauze, tierliedjes te kunnen brengen van deze man op de achtergrond. Drie Gerards, waarvan af 1981 ik heel jong mee te maken heb gehad bij de Theos Oelensrevue. Ik ben ook blij dat de Lippels Revue-speurs van 19 aanwezig zijn. Ook hier allemaal van harte welkom mensen. Leuk dat je al ziet, straks zijn we het einde even niet. Ik wil zeker de familie Gerards compleet, die allemaal hier zijn van de Ruiver, heel erg welkom heten. Ik wens u ook een hele fijne middag. Ja, drie Gerards, wat moet ik nog even zeggen? Dat is al veel geschreven en gezegd. Maar drie, die heeft een schat en cultuur achtergelaten in het Theels, en ik denk ook wel in het Limburgse. De revues moeten jonge taken die was ook de gans Limburg over. Van Maastricht tot het noorden van de provincie en ook zelfs van de Hoede. Die van Tegelen hebben geweldige revues. En die revues, zeker zes van die revues, met drie Gerards samen met Piet van Bree, ook hier aanwezig, Piet en Mia, geef ook welkom. Die hebben ervoor gezorgd dat zes revues op de bühne mag worden. En ook Pierre de Vries, de regisseur de EC met zijn vrouw Toes, ook hier welkom, want hij was verantwoordelijk voor wat op de bühne gebeurde. Ik heb genoeg gepraat en ik geef hier het woord over aan een schoonzoon van Dre Gerards. Je kent hem ongetwijfeld, Alt Jokers Prins in 2012. Mogen jullie de aandacht voor Jeroen van der Hammen. Dankjewel, Herman. Lief mensen, wie fijn dat u allemaal hier aanwezig ziet in het zielke in Tegelen. Nostalgische liedjes komen we voortbrengen. Jan Kunsteleers, die zou hier in de zaal zitten. Waar zit de heer Jan Kunsteleers? Welkom Jan. Ik heb hier een prachtig liedje voor me. Dat gebracht uit Weren. Ik kwam met dat liedje kwam er naar Piet van Bree en hij zei van hey, alsjeblieft, ik heb een liedje geschreven. En Piet heeft er wel wat van weten te draaien. En Jan Kunstwins moet er heel erg goed op zien, want dat is een prachtig nummer geworden. En Mariel Snappen, dat is een kleinkind van Jan, zien overleden boven Huub. En dat gaat dat liedje zingen. En wie gruurt ze kind ze zien, en wie prachtig kind ze dit nummer dan ook de naam geven. Gruurt ze op Tegelen. Heerst voor Mariel Snappen. Oh.
Wir gehen den Himmel vor.
En zie ik de groeis meer, dan was dit de
nou was dit de laatste keer. Wat zeg? Dank je wel. En ze is een vriend van mij voor de eerste keer hier. Voor het volgende jaar, eigenlijk krijg ik een optreden gekregen van mijn Duitse nummers te hebben. En die volgende is ook zo. Terug in de jaren 60, dan is ze eigenlijk van een hier die heb ik hem afgehoord. En het zijn eigenlijk al maar twee lettertjes. Maar we doen er lekker nu wat voor. En dan hit hij. Toe. Zo maar. Hoppé! En jullie zullen zo'n afvoer geven voor de jaren. Kijk maar. Alles, was ich habe, auf der Welt. Du
Als de ogen vertrekt, zie ik hoe
Twee hele schone prachtige dagen. Bedankt voor het zingen.
tickets zijn gratis gekregen, 1798 euro 50 en een envelop. Vind je het dan goed dat ik Sandra de Moestrij even bloemen wil geven? En dan huur ik nog een uur dat de moeder nog een Moestrij aanzet. Nou, voor dicht. En vergeet niet, dat is voor die vrouw. En we moesten die vrouw een kusje van me geven. Dankjewel. Dames en heren, Margot Sandra. Mama,